Tijdens de beeldvormende raad zijn we goed meegenomen in de presentatie van de politie over de plannen van de komende jaren. Het zal een uitdaging zijn om voldoende mankracht overal in te kunnen zetten en het blijft moeilijk om prioriteiten te stellen. Op initiatief van de CDA hebben we op 28 maart 2023 een motie ingediend waarin we opriepen dat de portefeuillehouder, de burgemeester, samen met zijn collega's aan te dringen bij de Rijksoverheid voor het beter hanteren van het budgetverdeelsysteem van middelen en manschappen. Gelukkig zien wij in ons gebied geen significante daling van de agenten. Echter, de eerlijke verdeling tussen Oost en West moet volgens ons nog steeds plaatsvinden. Voorzitter, wellicht toch maar een keer weer aankaarten. Een van de ambities van de politie is om goed zichtbaar in de wijk te zijn. Wij spreken hier de hoop uit dat de politie dit waar kan maken en zodoende dicht bij de burgers blijft staan. Vanaf deze plek wensen wij de politie veel wijsheid toe in het belangrijke werk dat zij iedere dag voor ons doen. Dank u. Dat is goed nieuws. Ook zien wij een hele duidelijke prioriteitsverschuiving naar digitaal in de breedste zin van het woord. Daar hebben we over gesproken in de ordersvorming. We zien dit dus als een onderkenning dat de digitale samenleving in al haar aspecten onontkoombaar is geworden. Dus ook wat criminaliteit betreft. De versnelling wordt ingezet. We begrijpen dat niet alles in één keer kan. Het uitvoeringsplan 2024, het veiligheidsplan, blijft naar ons gevoel echter wat achter op digitaal betreft. Ook wat ondermijning betreft, we moeten voorkomen dat alleen drugsgerelateerde criminaliteit en overtredingen als ondermijning wordt gezien. Dank u wel. ChristenUnie. Volgens de ChristenUnie ligt er ook een helder beleidsplan voor dat de juiste thema's en focus bevat, zoals ondermijning en digitale veiligheid. Ook wordt er werk gemaakt van ander onrecht, zoals mensenhandel en uitbuiting. Laten we onze ogen voor dit soort praktijken nooit sluiten en dit als samenleving nooit willen accepteren. Ook vinden we het goed dat er extra aandacht komt voor de dienstverlening van de politie. Het is namelijk goed dat ze zichtbaar zijn en dat ze benaderbaar zijn. We mogen dankbaar en trots zijn op de politiemensen die actief zijn in onze regio. Op die mensen die zich dagelijks inzetten voor onze welzijn en veiligheid. De ChristenUnie wil daarom ook vanaf deze plaats alle betrokkenen sterkte en wijze. Er zijn hier drie belangrijke punten. Ondermijning, digitale veiligheid en politie voor iedereen. Zeker die digitale veiligheid zal de nodige aandacht krijgen. Omdat veel misdaad zich naar de veel snellere digitale wereld verplaatst. Waar BBB HMV vooral prettig vond om te horen is dat in de hele regio Oost-Nederland maar liefst een groei van 110 FTE zal zijn en een toename van 55 wijkagenten. Wij hopen dat dit leidt tot een zeer veilige regio, ook in onze gemeente. BBB HMV kan instemmen met dit plan. VVD. Ik moet voelen. Het liefst door meer blauw op straat. Het is nu wel uitbreiding van capaciteit, maar meer op digitaal niveau. We begrijpen dat daar ook formatie nodig is. In ieder geval dragen we hiermee bij aan de preventie en opsporing van de digitale criminaliteit. De VVD kan dus instemmen met dit beleidsplan. Gemeentebelang, de heer Walter. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook Gemeentebelang kan instemmen naar aanleiding dat wij uitgebreid geïnformeerd zijn door de politie, maar ook door het ambtelijk apparaat dat nog een hele duidelijke visie heeft weergegeven. Het enige waar we nog mee zitten, en dat is het zichtbaar zijn op straat. We hebben daar nog een extra aandacht gevraagd voor de onderverdeling van wijkagenten. Naar onze mening is die onderverdeling toch een beetje scheef. Hij werd een beetje rechtgetrokken doordat een wijkagent vanuit de buurt ook toegevoegd zou worden aan bijvoorbeeld Dinsplo. Want daar zat natuurlijk een grote kruk. Als je afspraken maakt 1 op 5000 en je komt dan 1 op 8000 terecht, is dat toch wel een heel behoorlijk verschil. Er is wat uitleg over geweest. Wij hebben het vertrouwen erin dat hier echt aandacht aan gegeven zal worden. Zo niet, dan kunnen wij ons ook altijd zelf nog beraden. En dan kunnen we als raad nog zeggen, willen we meer blauw op straat, moeten we misschien wat meer middelen gaan vrijmaken om op BOA-acties in te gaan zetten. Tot zover wij akkoord met dit voorstel. 20-0 aanvaard.